Wil van God geven. Als je zegt van ik ben nog niet zo ver, geef me nog even tijd. Ik wil niet dwingen, het moet echt een stap zijn vanuit je hart. Van Heer, ik wil het aan u geven. Wacht dan tot de volgende keer, gaan we verder met het onderwerp. Maar dit kan een heel belangrijk moment zijn als je besluit om het aan God te geven. Dus ik wil graag in gebed gaan hierover. Vader in de hemel, we willen ons uitstrekken naar u. En zeg maar mij na. Vader in de hemel, hier sta ik vandaag. Ik wist nooit dat het zo makkelijk was. Ik heb zo vaak de zand over gedaan. Ik dacht dat het weg was. Maar er is heel veel onrecht in mijn leven wat nog steeds niet weg is. Omdat ik het nog niet gegeven had aan u. En vandaag wil ik het geven aan u. En u weet welke dingen dat zijn. En u weet welke personen dat zijn. Ik geef alles vandaag aan u. Dank u wel dat u nog steeds de rechtvaardige rechter bent. Die rechtvaardig oordeelt over mij en ook over die anderen. Amen. Ik wil u graag de zegen meegeven van onze Heer. Mogen de Heer jullie zegenen en jullie beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gezicht over jullie doen schijnen en jullie genadig zijn. Mogen de Heer jullie zijn gezicht toewenden en jullie vrede geven in deze week. Amen.